Yo, what up gasten, welkom bij een nieuwe Barners Donderdag. Ik ben hier nu in 2014. Dit is mijn allereerste video van 2014. Tot zo na de intro. Intro. Jongens, 2014 is begonnen en heel veel mensen zullen waarschijnlijk thuis zitten en die denken bij zichzelf: Bardo, ik heb maar één brandende vraag. Hoe was jouw oud en nieuw? Nou jongens, mijn oud en nieuw, dat was echt, maar ook echt geweldig. Ja, er is niks fout gegaan. Je zou verwachten dat Bardo hier hatelijk voor de camera gaat zitten, vertellen over alles wat er fout kan gaan op een, ik wou zeggen Halloween, op oud en nieuw avond. Alleen alles ging gewoon goed. En als alles goed gaat, heb je een probleem. Er is trouwens wel één ding, dat zie je hier op de achtergrond, vind ik wel leuk. Je ziet daar namelijk op de achtergrond een gat. Je ziet een New York poster, alleen bij mijn vinger daar zo zie je overduidelijk dat er wat ontbreekt. En tadaa, ja, er is een stuk van mijn poster, die verdween daar zo. Vorige week. Dus ik heb daar nu een Hobbit poster overheen geplakt. En aan die kant van de poster stort het nu ook al in, zoals je ziet daar zo. Het is echt, dat is het enige nadeel eigenlijk. Ja, mijn muur stort in. Verder heb ik niks slechts te melden, sorry. En als je niks slechts te melden hebt en toch een Barners Donderdag wil maken, dan moet je natuurlijk iets doen en ik heb helemaal niks om te doen, zou je zeggen. Het irritante van wat ik nu aan het doen ben is telkens een probleem vaststellen, doen alsof ik het niet kan oplossen en het vervolgens toch oplossen. Dit is een hele irritante vlog aan het worden voor jou. Sterker nog, ik ben aan het uitleggen wat ik de hele tijd aan het doen ben. Waar ik naartoe wil gaan is Sinterklaas versus de Kerstman. Ik heb daar nog een paar minuten van liggen. Althans een paar minuten van de video niet, het is meer bloopers en outtakes die ik nog heb liggen. En dat is lachen, dat is leuk. Ik bedoel, jij vond die video ook leuk. En Banjo Movies 2014, ik heb nog helemaal niks geüpload op Banjo Movies, al een heel jaar. Het is 2014, Bardo. Hallo, upload iets op Banjo Movies, maar ik kan het gewoon niet. Ik kan het niet. Oké, mensen, jullie snappen donders goed dat ik tot nu toe 2014 is een goed jaar. Ik loop vast, ik weet niet wat ik moet doen. Het komt erop neer dus dat jij de bloopers en outtakes gaat kijken van Sinterklaas versus de Kerstman. Dit stuk duurt veel te lang van de video. Ik kijk gewoon naar de bloopers en outtakes in 3, 2, 1. Nederlander in Spanje. Ah, nu. Nederlander in Spanje. Eigenlijke Turk. Ja? Yeah. I trust you. €5. Sorry, zei het pakje. Ja! Je bent geen Nederlander in Spanjaard, maar eigenlijk een Turk. Je bent geen Nederlander in Spanjaard. Nederlander in Spanjaard, maar eigenlijk een Turk. Je bent geen Nederlander in Spanjaard. Oh! Je bent geen Nederlander in. Oh, kan het wel? Nee! Kutding! Tot dan goed, Sinterklaas. Dankjewel. Sinterklaas! Nee! Jij hoort in Amerika te zitten! Waarom heb ik ineens een Hollander weg? Die hebben ze al Jezus, blijf oh, oh ja. Vier. Jezus. Oh ja, jij houdt me vast, ja, dat klopt. Ja, die hebben ze al gehad, geloof ik. Hebben ze al gehad, geloof ik. Wow, Pietje aangezien. Omlaag. Omlaag. Omlaag, meneer Maat. Omlaag, godverdomme. Niet twerken, even. Echt man, dit is niet jouw seizoen. Ik vraag gewoon een schone sok. Jij, gewoon een vieze sok. Ik zit voor je stoomboot op de telling. Deze kerstman. Oh, deze hebben we nog. Laten we gewoon verder gaan nu. Ik heb hier het script. Echt? Het mooie script. Hey, life is Bardo. Welke? Godverdomme, de boom. Let op de boom, oké? Okay? Oh ja. Hou die boom hoog in de lucht. Oh, oh godverdomme. Yo, what up, gasten? Oh, tering. Zwarte Piet. Hey. Mensen denken niet aan jou bij het kerstdiner. Mensen denken niet aan jou bij het kerstdiner. In het winkelcentrum neem je kinderen op schoot. Maar ik ga naar ze toe met zo'n. Welkom terug op mijn kamer! Ik heb dit voor Kerstmis gekregen. En nu denk je misschien bij jezelf, Bardo! Nee, je denkt helemaal niks. Waarschijnlijk denk je gewoon van, oké, hij heeft een dik mannetje omdat Bardo zelf een dik mannetje is. Dus leuk. Maar dit is een teken van geluk en welvaart in Singapore. Mijn broer heeft namelijk een vriendin daar zitten en hij was daar 3 weken naartoe. Heeft die cadeautjes meegenomen, waaronder dit leuke spaarpotje voor mij. Oh, dat is wel handig om te vertellen dat het een spaarpot is. God, ik vertel niet eens dat het een spaarpot is. Ik Bardo. Ken je dat van die dagen dat je eigenlijk niet voor de camera hoort te zitten, maar het toch gaat doen? Nee, waarschijnlijk niet, want ik ben hier de YouTuber. Jij bent de kijker, ik ben de YouTuber. Oh man, ik maak fouten in mijn leven zoals deze. Ik heb mijn haar ook niet gedaan. Oh god. Anders krijg je weer die haatreacties.
Tada, mensen. Hallo, welkom terug. Het is best erg dat ik altijd mijn haar doe in een minuut. Mocht jij de volledige bloopers en outtakes willen bekijken van Sinterklaas versus de Kerstman, dat kan natuurlijk. Linkje staat in de beschrijving. Hij is klikbaar. Klik erop. Kijk die video, want het is echt een geweldige video geworden. En het eindresultaat kan je bekijken door op de blauwe annotatie hieronderaan in beeld te klikken. Dan ga je door naar Banjo Moes en kan je de video bekijken. En nogmaals, bekijk ook de volledige bloopers en outtakes hier beneden in de beschrijving. Ik wijs naar mijn penis. Het is leuk. Bedankt voor het kijken van deze Barders Donderdag. Ik heb mijn haar gedaan. Ik kan er weer tegenaan voor vandaag. Bedankt voor het kijken en ik check jullie later. Banjo!